Goedemorgen, het is vandaag weer een nieuwe dag. Het is maandag, een nieuwe werkweek. En ik ga nu even wat geld pinnen, want ik moet naar het lab. En daar moet ik dus zelf voor betalen. Het is gelukt met pinnen. Ik ga nu verder naar Medilab. Dat is even hier verderop. Het is wel handig dat je... Dat je gewoon even snel wat onderzoek kan doen. Ik zei dat ik zelf ga betalen, maar dat is dus omdat ik een verwijsbrief van de dokter nodig heb. En mijn dokter is met zwangerschapsverlof. Dus ik zal hem om 9:30 terug moeten bellen om te checken hoe ik een verwijsbriefje kan krijgen zonder te wachten in de wachtkamer. Want maandag is het altijd druk bij de dokter. Lastige naam. Ik moest daar net even terug gaan, want ik vergat het. Het is een officieel stuk, dus alles moet in orde zijn. En hoi. Toen ik daarboven was, dacht ik, wacht even, je hebt niet gekeken wat ze precies op dat blaadje heeft geschreven. Dus ik vraag die mevrouw, mag ik mijn formuliertje weer even zien? Want ik wilde mijn naam checken, mijn familienaam. En er stond inderdaad Drielingen met de N aan het eind, terwijl ik Drielingen heet met de R. En deze fout wordt echt heel vaak gemaakt. Maar goed dat ik dus heb gecheckt, want anders had ik gewoon niet gezien. Ik ben net dus bij Hollandia langs geweest om een taart te halen en een vleesbroodje. Ze hebben een nieuw ding, denk ik, of ga ik echt naar lang... Oei. Ga ik echt na een lange tijd. Die vrouw heeft me... Ze hadden geen rundbroodjes. Dus heb ik een pittig kipbroodje genomen. Het is echt lekker. Ik ben er weer. Het is de bedoeling dat ik vandaag de hele dag zou filmen, maar... Naar Hollandia ging ik dus bloemen halen. En iemand maakte echt een stomme opmerking tegen me. Toen had ik geen zin meer om door te filmen. Kan gebeuren. Dus ik sluit de video af hierbij. Like en subscribe. En laat me in de comments weten wat je vandaag hebt gegeten. Ik heb vandaag rijst, pom, bruine bonen, kousenband, sambal, a whole lot of partyfood gegeten. Dus ik ben benieuwd wat jullie hebben gegeten. Laat me weten. Bye bye.